Hi, ik ben Sammel de Heer, podcastmaker en presentator en ik help je bij het maken van je eigen podcast. Dit keer gaan we het hebben over wat je vooral niet moet doen. Ik heb vijf valkuilen voor je waar je wellicht in kunt tuinen, maar na het zien van deze video niet meer. Het eerste wat je vooral niet moet doen is bang zijn om te falen. Het is jouw podcast, het is jouw verhaal. Jij bouwt aan een intieme relatie met je publiek, met je luisteraar. Die jouw verhaal, jouw hobby, jouw visie op de wereld. Hetgeen wat jij hebt meegemaakt en per se kwijt wil aan ze. Die jou gaat volgen. Spreek normale taal. Een podcast is gewoon spreektaal. Is gewoon hoe je mij dat verhaal zo direct mogelijk wil vertellen. En je hoeft ook geen geschoolde presentator te zijn. Liever niet eigenlijk. Iedereen die een verhaal kan vertellen, iedereen die geïnteresseerd is in anderen. Iedereen die iets heeft meegemaakt waarvan je echt zegt, hierbij wil ik me, durf ik me kwetsbaar op te stellen en wil ik jou graag vertellen wat ik ervaren heb, die kan een podcast maken. Wat je verder niet moet doen, is de directeur of een woordvoerder of marketingmanager aan het woord laten. Ja, het klinkt gevaarlijk, want heel veel bedrijven willen een podcast maken en wie kan het beleid of de strategie nou beter verwoorden aan de buitenwereld dan de marketingman of de directeur. Maar dat verhaal dat ken ik wel. Dat hoef ik niet in een podcast te horen. Dat kan ik op de site of in een brochure lezen. Wat het bedrijf precies doet. De aanbiedingen van de week hoeven ook niet in de podcast. Een podcast vertelt verhalen: verhalen van ooggetuigen, van klanten. Laat ze aan het woord. Ga met elkaar in gesprek. Dat is een podcast. Nog een valkuil. En ik ben er ooit ingetuind omdat ik heel veel radioprogramma's heb gemaakt. Is het draaiboek laten rondslingeren of het script precies zo aan je gasten laten lezen. Moet je nooit doen. Je wil een bepaalde spontaniteit en spanning hebben. Je wil toch eigenlijk dat ze niet weten wat jouw laatste vraag is. Of waar je naartoe wil met ze. Dat geeft een bepaalde ja, spanning en sensatie die je in je podcast moet hebben. Dus je kunt ze wel voorbereiden op waar je ongeveer met ze naartoe wil. Maar doe dat dan in een voorgesprek. Praat dan gewoon eventjes over nou ja, het nut van jouw podcast. Het verhaal waarom ze te gast zijn. En Laat ze dan vervolgens niet die vragen lezen. Worden ze ook gewoon heel nerveus van? Mensen die daar niet op zijn voorbereid, die gaan echt antwoorden instuderen. En dat uh, komt de spontaniteit van je podcastgesprek niet echt ten goede. Oh ja, wat je nog meer niet moet doen, is je allereerste aflevering al online gooien terwijl je nog geen idee hebt wat je in de afleveringen daarna gaat doen. Een podcast moet groeien bij je luisteraar. Moet je ook echt de tijd gaan geven. Dus op het moment dat jij één aflevering opgooit, maar nog geen idee hebt wat daarna komt, is het wel een beetje zonde. Dus zorg ervoor dat je consistent gaat bouwen aan een aantal podcastafleveringen. En dat je pas online gaat als je toch ook weet wat er in twee, drie en vier gaat gebeuren. Kun je ook in aflevering één naar verwijzen. De volgende keer ontvang ik die en die. Maar als nou blijkt dat bij de opname van aflevering vier het format of de structuur of de lengte van je podcast toch anders moet, dan kun je dat nog gaan aanpassen voor aflevering 1. Doe dat. Zorg dat je echt pas live gaat op het moment dat je weet hoe die eerste afleveringen klinken en hoe ze in elkaar zitten. En daarover gesproken, wat je dus niet moet doen, is tornen aan je format, aan je structuur. Eenmaal gekozen, moet je het niet veranderen. Een luisteraar is gewoon een gewoontedier. Die houdt zich vast aan bepaalde ankerpunten in jouw podcast. Die heeft immers geen zichtbare indeling, menukaart, gevel, reclameletters. die je op straat in een andere media allemaal wel hebt. Dus op het moment dat je mij laat horen: hé, hey maar dit is de stem die presenteert. Dit is de tune die loopt. Dit is mijn format, mijn stijl. dan ga ik daaraan wennen. En dan vind ik het prettig als dat in die andere afleveringen ook gebeurt. Dus ga jij elke week op pad met een boswachter in een bepaald natuurgebied... dan moet je niet uh, in aflevering 4 thee zitten te drinken met een striptekenaar. Want dan snap ik er helemaal niks meer van. Dus je schets een bepaalde structuur. Je geeft mij een bepaalde kapstok, een bepaalde menukaart... die ik niet zie als luisteraar, maar dan ga begrijpen en ga voelen en ga horen... En die hou je vervolgens de hele podcastserie vol. Nou, en er zijn er ongetwijfeld nog veel meer. Maar hey, je moet een beetje door schade en schande wijs worden. Hè? En aan de andere kant, er zijn ook gewoon niet echt regels. Je kunt een podcast zo lang maken als je zelf wil, je kunt een podcast zo gek maken en zo informatief maken als je zelf wil. Denk daar gewoon goed over na. Wie ben jij? Hoe wil je je opstellen? En wat wil je gaan vertellen aan je luisteraar? Veel succes!